Goedemiddag, welkom bij HNS TV Enschede. We zijn vanmiddag in Losser voor een documentaire. Kijk, daar staat een meneer. Goedemiddag meneer, mag ik u wat vragen? Jazeker. Woont u al lang in Losser? Ja, ik ben hier geboren. Hier boven op de Hoorskuur. Daar woon ik mee. Oké. Ik woon hier al zo'n beetje mijn hele leven. Dit heeft mijn overgrootvader heeft dit metseld. Daar is de bovenvader. Oké. En wat doet u voor de kost? Ik? Ik heb een koe. Maar... Je kan wel hem laten zien, maar dan moet je hem geen lawaai maken. Want hij heeft een middagpauze weer. Oké. En die koe die melk ik elke morgen. En smiddags verkoop ik de melk. Maar loop maar eens met me mee. Dan laat ik die koe wel eens zien. Nou, geweldig. De koe laten zien, maar dan moet je wel heel rustig doen. Kijk, door hem maar. Oh, dat is een mooi. Als je dan toch zo'n gangs bent, dan ook wel eens hier op een melk maken. Kom maar op. Kom maar met die melk. Nou kijk, hier maak ik dan een melk weer. Hoor. We hebben hier als vroeger zijn uitdag, tot dit. En dat maakt zo'n verschil, dat brengt de zuurstof in de melk. En dan maak ik net die melk en net wat aan. Net wat aan is dat niet nou. Dan ga ik nu naar een punt op de koel. Kom maar met die. Kom maar. Ja, kijk, en als de melk dan klaar is, dan komt het hier uit de kom. Dan trek ik hier aan, dan komt het daaruit. En dan verkoop je dat aan de mensen. Kijk, en voor je begint te verkopen, dan is het hier de buur van de beurt. Staat dit hele plein nou helemaal vol. En ze wat van vol. Maar ze worden allemaal de lekkere melk die dus hebben pompen. Kijk maar eens over dat plein, hoe groot dat planeet is. Is dat nog mooi dan jong, dat ik zo mijn cent kan verdienen? Ja, dat doe je goed. Oké, dan dank u dan wel hè. Wat me weer nog hoes op aan. Ja. Nou mensen, dit was HNS TV Enschede vanuit Losser. Mag ik u bedanken en tot de volgende keer maar weer.